Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie mijn beautyboekenstash zien. Ik heb een aantal beautyboeken in loop der jaren verzameld. En het leek me wel leuk om jullie eens te laten zien wat voor boeken ik dus in mijn stash heb zitten, zeg maar. En ik vertel je gelijk wat meer over de boeken, waar ze over gaan en waarvoor ik ze vooral heel erg fijn vind om te hebben. Dus mocht je benieuwd zijn naar welke beautyboeken ik heb, kijk dan zeker even gezellig mee met deze video. En als je deze video heel erg leuk lijkt, doe alvast een duimpje omhoog. Mijn boeken staan op een plankje in de slaapkamer. Ik moet zeggen dat ik er niet helemaal tevreden over ben hoe het nu staat, maar doordat ik gewoon wat ruimtegebrek heb, vind ik het voor nu wel eventjes prima. Maar in de toekomst zou ik het wel echt meer ook bij mijn make-up boeken willen hebben staan, maar voor nu gaat het gewoon niet anders, dus neem ik er gewoon genoegen mee. Zoals je ziet passen ze eigenlijk precies op dit plankje en ik vind het zo wel heel erg tof, zodat ze mooi bij elkaar staan. Ik begin met dit boek. Dit is het boek van Serena, oftewel Serena's stijlgids. Serena Verbon kennen we natuurlijk allemaal wel van beautylab.nl. En zij heeft dus ook een eigen boek gemaakt. Heel erg mooi boek. Ik vind het ook heel erg leuk gedaan met haar katten zo erbij. Heel erg mooi. Wat je in dit boek vooral kunt vinden zijn tips welke wenkbrauwvorm bijvoorbeeld bij je past. Hoe je je haren kunt krullen zonder dat er warmte aan te pas komt. Smoky eyes maken. Nou, ook kleding wordt hierin besproken. Hoe je te gekke outfits kunt combineren. En welke basics je bijvoorbeeld altijd in je kledingkast moet hebben. Dus dat is, is echt wel een heel erg... veelzijdig boek. Ik vind vooral dit dan ook heel erg mooi. Die foto's die je in het boek hebt staan. Dat is echt wel heel erg leuk zo. Het boek is trouwens van heel stevig karton. Karton klinkt een beetje raar, maar het is een boek met een zacht kaft, laat ik het zo maar even benoemen. Even kijken hoor. Nou, bijvoorbeeld 30 dingen die je opvrolijken. Er staan 30 blaadjes in die je dus heel vrolijk kunnen maken. Daar kun je dus wat van uitkiezen. Hier, deze gaat tot 15 en dan hebben we hier... Hier gaat hij weer verder naar de 30. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Er wordt wat verteld over de geschiedenis van nagellak. Echt, het is, ja, zoals ik al zei, het is echt een heel, heel veelzijdig boek met prachtige foto's. Ik vind het zelf altijd wel heel erg mooi als er ook veel foto's gebruikt worden in een boek. Het is echt wel een heel veelzijdig boek. En ik denk ook dat dit wel een heel populair boek is, aangezien haar kanaal gewoon 760.000 unieke bezoekers per maand heeft op haar website. Dus het is gewoon een heel bekend persoon op het beauty- en bloggersgebied. Dus daarom denk ik ook wel dat dit echt een hele leuke aanvulling is op de beautyboekenstash. Dit boek is onder andere gewoon verkrijgbaar bij bol.com en ik denk dat een paar boekenwinkels, misschien de Bruna of zo, hem ook wel verkoopt. Maar ik vind dit echt een heel erg mooi boek. Ik vind het heel mooi gedaan, ook met die prachtige foto's erin. Dan heb ik dit boek. Dit boek heet Cynthia Beauty en is geschreven door Miss Lipgloss. Inmiddels heeft ze haar website naam veranderd en heet het niet meer Miss Lipgloss. Maar toen zij dit boek uitbracht, heette het nog Miss Lipgloss. Dit boek is ook weer met een zachte kaft. En dit boek is weer heel anders ingedeeld.
allereerst ook wel weer van die mooie foto's in, wat ik zelf heel erg prachtig vind. En nou, dit vind ik ook wel heel erg leuk. Zij heeft een persoonlijk briefje geschreven. Je ziet gewoon dat dit echt gewoon geschreven is. En dat hebben ze in dit boek gedrukt. Vind ik ook wel heel erg tof. In dit boek wordt er ook vooral ingegaan op... ze vertelt over hoe ze is begonnen met haar blog. En ja... hoe dat allemaal een beetje tot stand is gekomen. Dus dat is natuurlijk wel heel erg leuk om te lezen. En daarna gaat ze ook verder in over verschillende onderwerpen. Dus ze praat echt over basis bijvoorbeeld. Maar ook de wenkbrauwen, lippen, ogen, wangen en nagels. Dus het is echt, het is ook een heel gevarieerd boek. Het is natuurlijk wel heel erg interessant om te lezen hoe iemand het zover heeft kunnen schoppen. Nou, hier heb ik bijvoorbeeld even het hoofdstuk over de wenkbrauwen. Hier wordt heel precies uitgelegd van ja, welke wenkbrauwvorm past ook weer bij je gezicht natuurlijk, wat heel belangrijk is. Ja, hoe je kunt epileren. Ja, echt de tips voor als je er nog niet al heel erg thuis in bent, die kun je hier ook in terugvinden. Ja, ook al qua bijwerken en wat voor tools je daarover kunt gebruiken. Nou, je hebt natuurlijk verschillende manieren om haartjes te verwijderen. Hè, je kan het harsen, maar je kan het ook waksen. En je kunt het natuurlijk gewoon epileren met een pincet. Ja, echt heel belangrijk. Nou, ook met de lippen bijvoorbeeld staat hier een stukje over hoe je je lippen kunt scrubben. Weten misschien niet heel veel mensen, maar je hebt inderdaad speciale scrubs voor je lippen. Ja, ook dit boek is gewoon weer heel erg leuk. Ook heeft ze een hoofdstuk geschreven voor beauty in de zomer. Ja, in de zomer is het natuurlijk vaak best wel lastig om te kijken qua make-up. Als het heel warm is, dan wil je vaak niet heel veel opsmeren. Nou, zij heeft hier hele handige tips in staan. Wat in de zomer misschien aan te raden is en wat niet. Volgens mij wordt dit boek ook gewoon bij bol.com verkocht. Ik weet niet of de Bruna of zo hem ook nog heeft, want dit boek is al wat langer uit. Dan heb ik dit boek en dit boek is Happy Life en dit is geschreven door Masha. Masha die had natuurlijk jarenlang het kanaal Beauty Gloss. Volgens mij doet ze inmiddels alleen op YouTube. Volgens mij niet meer de blog. Dit is niet per definitie een beautyboek. Maar ik heb hem er wel tussen staan. Omdat Masha natuurlijk gewoon ook een YouTubester is. En ja, zij vertelt in dit boek vooral over liefde. En school, uit huis gaan. Carrière, geld, sparen. Familie, vriendschap, contacten durven te maken, feedback krijgen en happy zijn. Nee durven te zeggen en hoe je overkomt. Het is echt een heel gevarieerd boek. Ja, haar blog beautygloss.nl die had altijd 100.000 volgers per dag. Ja, volgens mij, zoals ik nu weet, heeft zij haar blog dus niet meer, maar alleen nog haar YouTube-kanaal. Maar het is wel een heel interessant boek om te lezen. Ook hier staan een aantal mooie foto's in van Masha zelf. Ja, ik denk ook, dit is ook wel heel interessant om te lezen hoe zij dingen ziet. Hier heb je bijvoorbeeld nog een aantal foto's. Ja, dit is dan, ja... hoe zij eigenlijk in het leven staat en wat zij belangrijk vindt. En daar vertelt zij over. En ik vind dat ook wel heel, heel bijzonder dat je daar open over durft te zijn. En ja, zoals ik zei, het is niet echt een beautyboek zoals de andere beautyboeken die je hebt gezien. Maar ja, ik heb hem er toch tussen gezet nogmaals. Omdat ze dus toch wel ja, tot de blogwereld, YouTube-wereld behoort. En het ook wel heel erg interessant is om te lezen hoe zij over dingen denkt en wat zij belangrijk vindt. Dan heb ik het volgende boek en dat is het boek Make-up
geschreven door Xelly Kabaal van Kasbergen. Nou, ik denk dat we Xelly allemaal wel kennen als de zus van Jolante. En zij is dus visagist, maar ook haarstyliste. En in dit boek deelt zij eigenlijk de tips en tricks van make-up. Zij doet heel veel bekende Nederlanders ook. Denk aan nou, Jolante uiteraard, maar ook Nicolette van Dam, Sylvie Meis, Kim Veenstra en Do. Bij dit boek hoort oorspronkelijk een app. Helaas kan ik de app op dit moment niet meer terugvinden in de App Store. Dus ik weet niet of dat die verwijderd is of dat die onder een andere naam staat. Maar ik heb hem dus niet meer gevonden. Ik had hem altijd wel. Maar ik heb dus nu een andere telefoon en daar staat hij dus niet meer op. Nou, dit boek bevat ook weer prachtige foto's. Dit is trouwens een hardcoverboek. Dat vind ik ook wel heel fijn. Dat bladert altijd iets fijner, vind ik persoonlijk. Nou, hier heb je ook een introductie. Ze vertelt even wie ze is. En wat haar beroep inhoudt en wat ze daarvan vindt en zo. Dus dat is wel heel erg leuk. Je leert haar gelijk een stukje beter kennen, zeg maar. Nou, dan heeft ze echt hoofdstukken over huidverzorging bijvoorbeeld. Maar ook foundation wordt hier bijvoorbeeld echt heel goed uitgelegd. Er zit hier een stukje papier tussen. Hier wordt even precies uitgelegd welk deel van het gezicht is. Want vaak noem je zeg maar die delen wel op, maar niet iedereen weet natuurlijk wat dat betekent. Dus dat is wel heel erg handig. Dit gaat bijvoorbeeld over foundation. Welke foundation goed bij je huid past en dat soort dingen. Nou, ze heeft ook before en after foto's. Hier zie je bijvoorbeeld iemand die er zo uitzag. En na de make-up ziet ze er zo uit. Dus zo kun je ook eigenlijk zien wat make-up met iemand kan doen. Of hoe het je gezicht kan beïnvloeden, er anders uit kan laten zien. Nou, ze heeft ook een heel hoofdstuk over kwasten. Ook wel heel interessant. Ik vind het echt ook een heel interessant boek. Helemaal natuurlijk omdat ze er gewoon super veel verstand van heeft. Ze is visagiste. Ze weet precies waarover ze het heeft. Ze heeft in het kort ook een eigen YouTube-kanaal. Dat is ook heel erg leuk. Daar plaatst ze zelf ook video's op. En dat is ook heel erg leuk om te zien. Ik vind dit boek zeker echt een hele leuke toevoeging aan mijn beautyboekenstash. Gewoon omdat je er gewoon heel veel van kunt leren. Zelfs al ben je al best wel een tijdje bezig met make-up, staan er altijd nog weer tips in waarvan je dacht, hey, die kende ik nog niet. En dat is wel super tof. Dan heb ik het nieuwste boek van Xelly en dat is Hair. En in dit boek deelt zij vooral tips hoe je het beste uit je haar kunt halen. Welke producten en welke tools je ervoor kunt gebruiken. Welke haarstijl het beste past bij jouw type gezicht. En ook veel tutorials, dus heel erg handig. Echt hele leuke tutorials staan er ook in. Even kijken hoor. Ook wederom weer die mooie foto's. Ook een hardcover overigens, voordat ik dat vergeet. Nou, hier heb je bijvoorbeeld echt een heel hoofdstuk over borstels. Want ja, een borstel dat is ook... Een borstel kan ook heel veel verschil maken. Niet alle borstels zijn voor alle haartypen geschikt. Dus dat is wel handig om te weten. En ook nadat je haar gewassen hebt, wat het beste is om te doen. Nou, hier zie je ook nog wat types haar worden uitgelegd. Wat je kan doen, bijvoorbeeld met zwemmen en tijdens het sporten. Dit stukje gaat ook volgens mij over fake haar, dus over extensions of zo. Nou, vooral handig of dat als mensen die hebben, dat je, ja, dat daar tips in staan hoe je dat het beste kunt behandelen. Nou, de tools en producten. Bijvoorbeeld, en ook
styling must-haves die je echt het beste kunt gebruiken. Nou, hier heb je bijvoorbeeld een tutorial waardoor je een hele, hele leuke look kunt creëren in je haar. Dus ja, dat vind ik ook super leuk. Ja, haar is gewoon altijd een beetje een lastig dingetje om daar altijd weer wat leuks in te verzinnen. En dan vind ik dit boek ook weer gewoon een hele leuke toevoeging. Leuk dat ze dit geschreven heeft. Leuk dat je gewoon weer meer inspiratie kunt opdoen uit zo'n boek. Verder met het volgende boek. En dit is het boek Beauty, geschreven door Lauren Conrad. Ik heb de Nederlandse versie. Hij is verkrijgbaar in 2 versies, zowel Nederlands als Engels. Ik heb dus de Nederlandse versie. Deze is met een zachte koffer trouwens. Je hebt hem ook met de hardcover, maar volgens mij is dat de Engelse versie. Ja, in dit boek bespreekt Lauren Conrad eigenlijk al haar tips en trucs die je kunt laten stralen. Ja, ook weer op hoe je op een natuurlijke manier foundation kunt aanbrengen. Hoe je huid gezond houdt van binnenuit. Ook dieettips, make-up technieken en trucs voor een avondje uit. Ja, eigenlijk zijn al die boeken wel gewoon een beetje, ze komen op hetzelfde neer. Maar iedereen heeft daar natuurlijk weer een andere kijk op. Even kijken hoor. Ook weer een boek met prachtige foto's, moet ik zeggen. Even een introductie wordt er gegeven. Nou, de huidverzorging zie je hier bijvoorbeeld. Nou, dagelijkse make-up is ook altijd wel heel interessant. Wat zijn de basisproducten die je het beste kunt gebruiken? Nou is dat voor iedereen weer heel persoonlijk. Maar ja, ze geeft wel een overzicht wat eigenlijk het beste past bij een basis make-up. Nou, hier heb je ook een paar tips over hoe je je bepaalde vlechten kunt doen. Dus door er een accessoire in te doen bijvoorbeeld. Nagels vind ik ook wel heel leuk. De French manicure. Ook weer echt een ja, heel uitgebreid boek waar je hele handige tips uit kunt halen. Ja, ik vind dit ook een heel fijn boek. Vooral ook omdat je inderdaad die tips hebt ook over de nagels. Ik ben bijvoorbeeld echt heel erg fan van French manicure. En dan kunnen deze tips heel erg handig van pas komen. Die worden gegeven omdat een French manicure best wel een lang en ingewikkeld proces is om te maken. Maar zeker echt een heel leuk boek ook. Dan heb ik nog een boek van Lauren Conrad. En dat is deze. Deze heeft de naam Stijl. In dit boek vind je vooral heel veel stijlvolle outfits. Ze vertelt hoe je klassieke, subtiele stijlen kunt maken. En ja, met dit boek zou je er elke dag fabulous uit kunnen zien. Nou ja, goed, het moet natuurlijk je ding zijn. Maar het is wel leuk natuurlijk als je een keer inspiratieloos bent. Van joh, wat kan ik doen? Even kijken hoor. Nou, broeken vind je hier. Iedereen heeft daar wel zijn eigen voorkeur voor natuurlijk. Ik moet zeggen dat ik niet altijd met de laatste trends meega. Want nu zijn bijvoorbeeld echt de high-waisted jeans weer heel erg in trek. En volgens mij ook de wat wijdere pijpen. Nou, ik hou het liever bij skinny broeken. Maar goed, dat is wat je gewoon wilt. Ook geeft ze tips over tassen die bij elke gelegenheid kunnen. Nou, hier staan dan ook wel hele dure in. Bijvoorbeeld Chanel zie ik hier. Maar goed, ze geeft gewoon tips wat zij het liefste gebruikt bij ja, welke gelegenheid. Ja, hoe je kunt overgaan van een werk naar een feesten nu bijvoorbeeld. Ook heel erg leuk. Ja, ook echt wel weer een heel erg interessant boek. Ook nog wel weer een aantal make-up tips. Maar gewoon heel leuk om te lezen hoe je ja, bepaalde stijlen kunt creëren. In dit boek vind je ook weer een heleboel tips over de laatste trends op het gebied van haar en make-up. Nou ja, goed, dit boek is natuurlijk al wat ouder, dus intussen zullen die tips niet meer recent zijn. Maar ik vind dit wel ook wel weer een heel erg leuk boek. Het heeft ook weer een hardcover. Ik vind het ook weer een heel fijn boek, want je kunt echt
Je kunt hem echt zo openslaan. Daar hou ik wel van. Ik vind de foto's ook heel erg mooi die ze gebruikt hebben. Ja, dit gaat ook, ze gaan ook hier wat dieper. Ze gaan hier ook wat in over bijvoorbeeld de ogen. Maar dan gaat het ook echt van ja, dat ze een bepaalde bijzondere betekenis hebben. En wat het verraadt en zo. Dus dat is op zich ook wel heel interessant. Even kijken. Nou, er staan ook echt wel wat ouderwetse dingen in. Zoals kijk met bepaalde kleding. Dat zie je nu gewoon eigenlijk niet meer. Goede voeding wordt ook besproken. Wat gezond is en zo. Ja, reiniging. Wat het beste is. Wat je kunt gebruiken qua reiniging voor je gezicht en zo. En hoe je alles een beetje schoon houdt. En dat is natuurlijk altijd ook wel heel belangrijk. En ze hebben het ook over vitamines bijvoorbeeld. Ja, producten die gewoon heel fijn zijn om te gebruiken. Handen en voeten, ook altijd wel heel interessant. Hoe kun je deze het beste verzorgen? En hoe verzorg je de nagels en je nagelriemen bijvoorbeeld? Ja, dit is ook wel weer echt een heel... Ja, een heel mooi boek. Ook hier hebben ze trouwens een onderwerp over de French manicure. Hier, deze heb ik ook al wel eens gebruikt. Nou, voetmassages. Nou goed. Ja. Hoe je je stap voor stap kunt opmaken. Ook dit is echt weer een heel gevarieerd boek. Een heel dik boek ook. Zoals ik al zei, ik denk dat deze helaas niet meer te koop is. Want ik heb deze echt al een aantal jaren... bij de Action vandaan gehaald. Maar ik vind dit ook een heel erg leuk boek om in mijn stash te hebben. Dan heb ik nog dit boek. En dit boek heeft de naam Top Nagels. Dit is geschreven door Marise Hendriksma. Ik kocht dit boek een aantal jaar geleden al eens bij de Kruidvat. Ze hadden toen echt zo'n tijd dat ze dit soort boeken hadden. En ik vond het wel een hele leuke toevoeging. Ik heb er toen geloof ik 4 euro voor betaald. Nou, dik prima. Trends, nail art, technieken. Nou, ik vind vooral die nail art technieken heel erg leuk. Het is best wel lastig, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar bijvoorbeeld hier hebben ze panda nagels gemaakt. Ja, het wordt stap voor stap uitgelegd. Ik vind het toch wel heel erg leuk om te zien hoe ze dat doen. Crackling, nagellak zie ik hier ook. Dat wordt dan niet echt heel goed uitgelegd. Oh jawel, trouwens wel. Ik ben aan het wazelen. Ook een heel erg leuk effect. Er staan echt leuke effecten in. Ik zal eventjes... mijn persoonlijke favoriet, dat zijn de krantennagels. Die vind ik altijd heel erg tof. Even kijken waar die staat. Dan kom ik er vast nog wel een aantal hele leuke tegen. Oh ja, ze hebben het ook over plaknagels bijvoorbeeld. Nou, ik heb dat eigenlijk nooit, maar... ja, wel leuk. Stempelnagels. Ja. Ik heb nou net in mijn vorige video een stempelsetje van Essence helemaal afgekraakt. Dus deze ga ik maar een beetje overslaan. Want dat werkte gewoon totaal voor mij niet. Even kijken of ik die krantenverzorging... Krantenverzorging, die krantennagels kan vinden. Want die vond ik zelf echt super tof. Maar misschien ben ik er al wel voorbij. Oh ja, je hebt trouwens ook nog een hoofdstuk over kwasten en penselen. Wat je kunt gebruiken voor je nagels. Vind ik ook wel ja, handig. Mengpaletjes bijvoorbeeld. Maar ja, het is vooral heel erg handig denk ik als je ook kunstnagels hebt. Even kijken hoor of dat ik die nog ga kunnen vinden. Oh ja, de nageldroger en zo'n nagellak dingetje. Je hebt hier ook, ze hebben hier ook een kunstduim neergezet. Maar ik wil eigenlijk nu eventjes degene die ik zo tof vind. Want die heb ik dus ook al een paar keer geprobeerd te maken. En ik vind hem echt heel erg leuk. Ja, de krantennagels. Je krijgt dus dit effect. Ik hoop dat het een beetje goed zichtbaar is. Het gaat heel simpel gewoon met een nagellak naar keuze. Je kunt gewoon een kleur kiezen. En ja, en dat door deze stappen te volgen kun je dus een
krantennagels effect krijg. En ik vind het echt een heel erg leuk effect. Ik moet zeggen, ik vind het nog best wel lastig. Maar als je echt deze tutorial opvolgt, dan lukt het wel. Dus ook dit boek vind ik echt super leuk. Deze heb ik ook echt al heel erg vaak gebruikt. Dan het laatste boek. En dat is wederom een haar- en make-up boek. Dit is volgens mij van dezelfde schrijfster als het topnagelsboek. Want deze komt ook gewoon bij Kruidvat vandaan. Heeft me toen de tijd ook 4 euro gekost. Ja, deze is ook weer geschreven door Marise Hendriksma. In dit boek zie je wat. Dit is wel weer heel anders. Hier heb je echt een aantal haarlooks die je kunt creëren. Wat er dan best wel leuk uit kan zien. Een beetje speels. Mijn katten zijn ondertussen op de achtergrond een beetje aan het vechten. Dus ik hoop dat je er geen last van hebt. Even kijken hoor. Bijvoorbeeld hoe je een core bug kunt gebruiken. Nou, ik zou dat persoonlijk niet zo snel doen. Maar als je dat heel erg leuk vindt, kan het wel een heel leuk effect geven. Volgens mij is dit er ook gewoon één keer wassen weer uit. Dus op zich prima. Maar ja, mijn ding is het niet zo. De Ibiza look, die vind ik zelf ook wel heel erg leuk. Er staan echt hele leuke stijlen in. De make-up, dat is toch altijd wel een beetje hetzelfde. Hè? Dat gaat toch altijd weer over de foundation en de poeder. En hoe je dat het best kunt aanbrengen en wat bij je gezicht past. Dus dat komt eigenlijk in al die boeken wel terug. Maar ik vind die haartips die hierin staan ook wel echt super leuk. Dan waren dit alweer mijn beautyboeken die ik in mijn stash heb. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie beautyboeken in jullie stash hebben. En welke jullie dan hebben. Misschien heb je ook nog wel tips van mij. Van joh, dat beautyboek is ook superleuk. Hele leuke toevoeging aan je stash. Laat het zeker weten bij de comments, zou ik zeggen. Ik vond het wel leuk om mijn beautyboeken met jullie te delen. Misschien heb je er nog leuke tips uit weten te halen. En dat je denkt, goh, dat boek dat zou ik ook wel graag willen hebben. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's, kun je natuurlijk gratis abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je heel snel weer bij de volgende video. Doeg!